Mijn vader was altijd een grote, sterke man, zowel fysiek als mentaal. Maar de ziekte van Alzheimer sloeg genadeloos toe en hij veranderde in hele korte tijd in een hulpeloos hoopje mens. Hij kon geen zinnig woord meer uitbrengen en hij herkende ons niet meer. Zijn geest was al overleden, terwijl zijn lijf nog leefde. Heel pijnlijk allemaal. Begin dit jaar overleed mijn vader na een mensonterende tijd in een verzorgingstehuis. Voor hem was dat beter zo, maar we mogen met elkaar niet accepteren dat zoveel andere patiënten dit proces nog door moeten maken. Baanbrekend onderzoek zorgt ervoor dat dementie in de toekomst te behandelen of te genezen is. Daarom wil ik u vragen om donateur te worden van Alzheimer Nederland. Bel nu 0800 1140.